koers? Ja, we hebben sterke paarden gehad, goede tegenstanders, maar ze was vandaag de beste. Ben jij nou van Groningen? Ja, eerste rijder. Ja. En jullie hadden wel behoorlijk tegen elkaar, hè? Ja, natuurlijk. Dat moet ook. Het was maar een kleine korte baan vandaag, dus je moet het beste eruit halen. Ja. En, 3 jaar geleden was het toch Holly die hier won. En die moest nu af laten weten, hè, tegen jou. Ja, klopt. Dok is natuurlijk een heel goed paard, maar deze gelukkig ook. Allemaal 12-jarig, hè? Ja, mooi om te zien. Dat de paarden lang meegaan. Ja, dus waarschijnlijk het laatste jaar? Ik denk dat ze nog een jaar mee mogen doen. De regels veranderen nog wel eens, maar ik dacht 13-14 normaal gesproken. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. 2 jaar geleden won Doc Holliday en nu een paard uit de gestal Groningen. Jullie hebben heel wat paarden in de race, hè? Ja, klopt. We hebben 6 korte banen. En we hebben de eerste 2 hadden we al gewonnen en nu winnen we dan met deze. Maar ook omdat hij beter op de straat is, zeg maar op de asfalt is, als op klinkerbaan. En dat is in zijn voordeel geweest vandaag. En hij heeft het helemaal waar gemaakt, heel snel paard. Maar het moet ook allemaal een beetje meezitten, maar dat is altijd zo. Dat is voor iedereen zo. Hoeveel paarden hebben jullie? We hebben 11 paarden in training staan. 6 voor de korte baan en 5 voor de lange baan. Er staat zelfs 1 in Zweden en er staat wat bij Henk Griff staat er 1. En er staat wat bij Tom Kooijman. Dus ja, we hebben 11 in totaal in training staan. Weinig paarden uit Nederland, hè? Italië, Frankrijk, Duitsland, ja, Zweden. Kijk, mensen die zoeken wat voor je op en die melden van nou, ik weet een snelle beginner. En dan denk ik van nou, die ga ik proberen en dan koop ik ze meestal. En dat is tot nog toe goed uitgepakt. Italiaans paard goed en... Zweedse paarden goed, gewoon echt, zo gaat het een beetje. Hoe hoog zijn die prijzen? 30.000, 40.000 euro? Nee, lang niet. Het zijn ook nog wel avontuurprijzen. Het zijn vaak paarden die wel heel snel zijn, maar die eigenlijk op de lange baan niet goed genoeg zijn. En die gaan dan op de korte baan en nou, dan koop je ze nog voor redelijk geld wel. Onderwerp tegen Lietje hier een hele mooie enforcement heeft het gebeurd zelden. Dat zou het in Trapdoor in die rechterbaan gelijk naar achteren houden. Onderwerp tegen Lietje hier een hele mooie enforcement heeft het gebeurd zelden. Dat